Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik met jullie een nieuwe trendeditie van Essence uittesten, namelijk de Got a Crush on Apricot. En dit is een collectie die op het moment nog steeds in de winkel ligt. En ik ga jullie de producten laten zien en wat meer informatie geven. En natuurlijk gaan we de producten uittesten. Dus mocht je benieuwd zijn naar deze collectie, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Essence zegt zelf over deze collectie dat je de subtiele wereld van de zachte abrikoostinten kunt verkennen voor een lichte en verleidelijke uitstraling. Deze collectie haalt inspiratie uit warme kleuren van de zonsondergang en voegt een vleugje romantiek toe aan je make-up. Eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ja, de producten zijn gebaseerd op abrikoos accenten. Even kijken. We hebben als eerst een blush en dat is deze. Dit is de Aura Blush. Die ziet er zo uit. Heel erg mooi. Hij heeft de naam 01 Abracadabra. Pricots gekregen. Volgens mij spreek ik het niet helemaal lekker uit, maar ik vind de naam een beetje moeilijk. Het is een blush met drie tinten in één, maar ze hebben dus een heel mooi kleuroverloop. Ze dus zou een lichtgewicht poedertextuur zijn en waardoor je hem dus niet voelt als je hem draagt of je hebt het eigenlijk niet door. En hij zou op te bouwen zijn. Nou, wat ik heel erg mooi vind is het abrikoosje wat er ook in gedrukt is. Vind ik zelf echt heel leuk. Je ziet inderdaad heel mooi die kleurverloop. Dus dat is wel heel erg tof. Ik zal hem even swatchen. De swatch ziet er niet heel veelbelovend uit. Die is echt heel licht. Ik heb hem hier aangebracht, maar je ziet hem echt gewoon niet. Dus ik hoop dat hij op het gezicht dan wel wat beter te zien is. Want op mijn hand laat hij niks zien. Dan hebben we de Baked Highlighter. Die ziet er zo uit. Heeft de naam 01 Feel the Apricot d'Azurzen. En sorry jongens, mijn Engels is niet zo fantastisch. Het is dus een gebakken highlighter met een prachtige peachy tint. En hij heeft een gouden glans. Hij zou ook weer fluweelzacht aanvoelen op je huid en ook je huid laten stralen. Hij zou dus naar abrikozengeur ruiken. En dan ga ik even gelijk ruiken. Ja. Oh, dat ruikt zo lekker. Dan is het jammer dat jullie dit nog niet kunnen ruiken. Dat we niet zo ver in de technologie zijn dat we ook mensen dingen kunnen laten ruiken. Maar dit is echt heel erg lekker. Hij ziet er echt heel erg mooi uit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh ja, die zie je dan wel heel erg mooi. Ik hoop dat hij op camera goed overkomt. Als ik er naar kijk, zie ik hem heel goed terugkomen. Maar ja, ik vind het een beetje lastig. Dan hebben we een Wrinkle Pen. En dat is deze. Dat is deze pen. En met deze pen kun je dus sproetjes zetten. Dus als je die niet van jezelf hebt, kun je ze zelf tekenen met deze pen. En hij zou dus op verschillende huidtinten heel mooi uitkomen. Hij heeft dus een filter puntje en zou vlekbestendig zijn. Dit is het puntje. Ik ga hem even niet swatchen, want we gaan hem zometeen gewoon proberen. Maar hij voelt inderdaad... Ja, hij is niet echt beweegbaar. Ik kan hem niet heel erg bewegen, maar ik ben wel benieuwd. Het is een heel fijn puntje. Ook deze heeft uiteraard een naam gekregen en die zal ik nog even opnoemen. Want deze heet 01 Apres Apricots. Is ook wel heel erg leuk. Dan hebben we de Jelly Lip Care. En dat is deze. Heel leuk, ook die verpakking met al die abrikoosjes erop. Ik vind het heel schattig. Deze heeft de naam 01 Apricoted with Love gekregen. Het lijkt dus op een lipolie, maar deze heeft dus een gelachtige textuur. En hij zou je lippen heel erg hydrateren en ook een subtiele transparante glans geven. Kijk, hij heeft dus weer zo'n mega applicator, zoals je kan zien. Hij is een beetje schuin zelfs, maar... Ruikt wel lekker, moet ik zeggen. Ik ben wel benieuwd. Ik hou hier wel van die verzorgingsproducten altijd. Dan ziet hij er zo uit op de swatch. Dus hij ziet er wel mooi glanzend uit. Ik ben wel benieuwd of die ook plakt en zo. Want dat zijn altijd van die dingen waar ik zelf dan heel erg naar kijk ook.
Dan hebben we ook een Swirl Lip Gloss. En dat is deze. Die ziet er ook echt fantastisch uit. Deze heeft de naam 01 Apricotly in Love gekregen. Hij heeft dus een swirl van 3 tinten. En een super romige formule. Waardoor je stralende lippen krijgt. Ik ben heel benieuwd. Ik zie inderdaad hier heel mooi die 3 tinten terugkomen. Maar ga je die ook op je lippen goed zien? Dat gaan we nu testen natuurlijk. Of straks. Oeh, hij ruikt heel lekker. Eigenlijk weer een gewoon applicatortje. Een beetje basic. Vind ik op zich wel fijn. Maar dan zie ik toch eigenlijk wel dat je van die swirl niet zo heel veel terugziet met een swatch. Want hij wordt voornamelijk oranje. Nou is dat niet heel verkeerd, want het is een leuk kleurtje. Maar het is niet een swirl. En ook bij deze vraag ik me af, gaat hij plakken? Er was ook nog een blending spons te koop. Die heb ik zelf niet gekocht, want ik heb gewoon fijne eigen sponsjes. Wel heb ik de nagelstickertjes. Dat zijn deze. Die zien er gewoon super schattig uit. Deze heeft de naam 01 Apropos Apricots. Ik ga die in deze video niet uittesten, maar dat ga ik gewoon op een later moment nog eens doen. Ja, het zijn gewoon eigenlijk hele leuke stickertjes waarmee je in een handopdraai vrolijke zomerse nagels kunt creëren. Er zitten 77 figuurtjes op met rosé, gouden en abrikooskleurige details. Dus echt super leuk ook. En dan heb ik wel dus Crunchy Duo gekocht. Dat is deze. Dit zijn dus 2 scrunchies die super leuke kleurtjes hebben. 01 So Apricosi hebben deze de naam gekregen. Ze hebben eigenlijk gewoon een leuk zomerstintje en een abrikozen motiefje. Echt heel erg leuk vind ik ze. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die gaan we uiteraard ook in doen. Goed, nu hebben we alle producten erbij gepakt. Ik ga even een spiegeltje pakken en dan gaan we de producten even gezellig uitproberen. Jullie zijn ingezoomd en ik ga beginnen met die lipverzorging. Dus deze, want ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb even een spiegeltje erbij gepakt. Dus mocht je denken, kijk je naar beneden, dan kijk ik naar het spiegeltje. Omdat er bij deze producten dus ook geen spiegeltje bij zit. Ik vind het dus zo lastig om die grote applicators een beetje makkelijk uit het flesje te krijgen. Hij voelt lekker aan. Hij ruikt ook heel erg lekker. Ik ruik dus heel erg nu abrikozengeur. Hij plakt nog niet echt, maar hij voelt wel heel lekker aan. Ik zal hem in deze video niet super lang testen, maar ik ga hem gewoon ook nog een keertje daarna gewoon testen. Maar voor nu heb ik wel zoiets van, ja, ik heb wel het gevoel dat ik echt een beetje verzorging krijg. En mijn lippen die zijn zo droog, dus die kunnen dat echt heel erg goed gebruiken. Dan gaan we nu door naar de blush. Ik had al eventjes mijn bronzer aangebracht. Dus gaan we nu gezellig de blush aanbrengen. En ik ben wel heel erg benieuwd. Want omdat ik dus net met zwartje zag dat hij niet heel erg pigmentvol is, vraag ik me dan af hoe gaat het op het gezicht zijn. Maar ik denk dat we hem een beetje op gaan bouwen. Ik zie wel wat gebeuren, maar het is niet dat ik denk van wow. Dus wat ik zeg, ik ga hem gewoon een klein beetje opbouwen. Hadden jullie deze collectie ook gespot en misschien ook spullen ervan gekocht? Of was het een collectie waarvan je dacht, nou die trekt me niet zo. Dat kan natuurlijk ook. Zo. Op zich neemt hij wel goed op hoor, op mijn kwast. Maar ja, het is op zich wel leuk, ja. Ik heb toch het idee dat deze kant weer beter tot zijn recht komt dan deze kant. Bij deze kant zie ik het zelf minder. Nou kan ik daar nog wat op aanbrengen, maar dan krijg je misschien zo'n ongelijk iets, zeg maar. Omdat ik dan hier meer aanbreng. Maar op zich, ja, deze kant vind ik er wel mooi uitzien. Het is gewoon wat natuurlijk, wat op zich ook wel een keer leuk is. Want altijd hele felle blusjes is ook niet altijd even handig. Op zich vind ik het er wel leuk uitzien. Maar ik moet straks zelf ook gewoon nog even goed kijken als ik mijn bril op heb. Want zonder bril zie ik het wel, maar het is niet het hele duidelijke effect misschien wat jullie al zien. En net wat ik zeg, ik weet nooit hoe de camera het oppakt. Maar op zich ziet het er voor nu wel mooi subtiel uit. Maar deze kant is beter gelukt dan deze kant voor mijn gevoel.
Nou, dan gaan we gelijk door naar die highlighter. Daar ben ik wel echt super benieuwd naar. Ik hou altijd zelf wel van die baked highlighters. Hij neemt goed op de kwast. En die zie je gelijk. Zie je het gebeuren? Ik ga er één keer overheen en hij popt meteen lekker op. Ik hou daarvan. We doen ook gewoon wat meerdere laagjes. Ik heb er zin in vandaag. Ik doe het gewoon. Ja, prachtig. Echt geweldig. Tijd voor de andere kant. Kijk, dat is dan weer heel erg raar. Misschien komt dat toch door de lichtinval dat ik hem hier dan toch weer minder zie. Dat zal wel aan mij liggen, want als ik zag hoe snel die bij die andere kant tot z'n recht kwam, denk ik van ja, dat moet aan deze kant ook gebeuren. Maar zie ik hem aan deze kant toch weer minder eruit poppen als in deze kant. Soms heb je dat, hè, dat één kant van je gezicht er minder zin in heeft, maar ik heb het nu aan allebei de kanten, zeg maar. Maar ik ga ervan uit dat hij op zich nu ook wel mooi zichtbaar is. Ik denk dat jullie hem wel zien, maar deze kant vind ik mooier. Doe ik het ook even op mijn neus. Doe ik altijd een beetje. Niet te veel hoor. Een beetje subtiel. Is trouwens ook niet handig wat ik nu aan het doen, want ik heb natuurlijk nog die vrek op in. Maar dat zien we zo wel. Boven het cupido boogje boven mijn lippen. Dat is ook niet handig nu met die ding erop. Ja, op mijn neus zie ik hem ook heel mooi zitten op het puntje van mijn neus. Maar deze kant, voor mijn gevoel, ziet hij er niet zo heftig uit als deze kant. Omdat ik hem daar gelijk heel erg mooi zag. Maar goed, dat is dan maar wat het is. Dan gaan we nu met die pen. En dat vind ik best wel spannend. Allereerst, hoe werkt het? Oh ja, je moet drukken. Denk ik, of niet? Hoe werkt dat dan? Oh ja, wel. Oh ja, wacht even. Maar nu gebeurt er nog niks. Moet ik hem eerst opendraaien of zo? Dat kan ook nog. Je kan hem ook... Oh nee, hier zit die pen natuurlijk gewoon in. Maar als ik hem indruk, hij gaat niet meer terug. Volgens mij heb ik er eentje die niet helemaal lekker is of zo. Want ik heb dus aan die onderkant lopen drukken. Ik ga heel even kijken of ik hem aan de praat krijg, want dit lukt zo niet. Dat is een beetje lastig. Het is gelukt en nu heb ik hem hier dus even gezwart, dus dan zien jullie gelijk even hoe dat eruit ziet. Ik had hem meer oranje verwacht, dus we kunnen hem testen. Dit vind ik best een beetje spannend, moet ik heel eerlijk zeggen. Oh ja. Oh ja, het is wel grappig. Kijk. Nu heb ik gewoon sproetjes gecreëerd, maar ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het ziet er best grappig uit. Als je hem al een beetje zo... Kijk. Is best grappig, toch? Ik zou ze ook kunnen blenden nog, maar op zich is het niet nodig, omdat het een heel fijn kwastje is. En zoals je ziet, wordt het kwastje dan helemaal bruin, zeg maar. Ja, het is best grappig eigenlijk. Ja, ik vind het wel grappig staan. Ik weet niet of ik het heel vaak zou doen, maar gewoon om zo eens te proberen vind ik het eigenlijk best wel grappig. Ja, het is wel heel natuurlijk. Ik had het niet verwacht, maar het ziet er heel natuurlijk uit. Ja, dit is echt wel heel grappig. Nou, dan zal ik eventjes die lipverzorging afhalen. Dan gaan we die lipgloss uitproberen. Maar ik doe dat even niet met zo'n doekje, want dat is echt... Heel vies, dan krijg je allemaal van die dingetjes in je mond. Dus ik doe dat even met een wattenschijfje, dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, dat is eraf. Dan gaan we nu de lipgloss. Ik denk dat die lekker oranje wordt. Als ik het zo bekijk, ga ik een beetje vanuit hoor. Nou, breng ik hem gewoon aan. Ja, hij voelt heel lekker aan. De geur is heel aangenaam. Gaat die plakken? Ja, daar durf ik eigenlijk nu nog niks zoveel over te zeggen. Want daar zou ik hem echt een dag voor moeten dragen. Meestal plakt lipgloss wel. Maar ik vind die tint toch wel heel erg leuk. Alleen ik snap niet helemaal het swirl effect. Want je ziet eigenlijk meer die oranje tint. Maar het ziet er wel leuk uit. Ik ga nu even mijn haar doen, ook met die scrunchie. En dan zal ik ook even laten zien hoe dat eruit ziet als je die draagt. Ik heb de scrunchie ingedaan. Ziet er heel leuk uit.
En hij past om mijn haar 3 keer. En ik heb echt super dik haar. Dus dat is echt ideaal. Hij past er gewoon 3 keer omheen. En ik heb nu dus die witte met die abrikoosjes ingedaan. Ik vind hem echt super leuk. Oké, laten we even de producten nalopen om te kijken van wat ik er nou van vind. Deze, die vind ik echt heel fijn aanvoelen. Zoals ik al zei, ik zal hem nog wat langer uittesten, maar het eerste idee vind ik fantastisch. Hij voelt heel erg lekker aan, heel erg verzorgend. Ik denk dat ik hem lekker eventjes een keer voor ik ga slapen nog ga testen, dat het echt heel erg lekker zacht wordt. Maar ja, ik voel gelijk dat mijn lippen zacht worden. Die blush is inderdaad wel goed op te bouwen. Het is een beetje een natuurlijke tint die je ervan krijgt. Het is niet een blush die er echt uitspringt. Maar op zich voor een natuurlijke make-up look vind ik hem hartstikke leuk. Die highlighter vind ik echt daadwerkelijk fantastisch. Die ziet er gewoon heel erg mooi uit. Springt er gelijk uit. Ja, die vind ik echt wel heel erg mooi eruit zien. Het komt mooi tot zijn recht. Nou, die pen, daar was ik heel blij mee. Want ik vond het er heel leuk uitzien. Totdat ik net een fixing spray ging aanbrengen. En ik zal even de bril erbij afzetten. Want ik weet niet of jullie het kunnen zien. Als je fixing spray aanbrengt, lopen ze uit. Dus toen had ik ineens allemaal strepen. Dan heb ik die wel een beetje geprobeerd weg te halen. Maar ik had dus allemaal strepen. Dus van dat leuke effect wat ik had gecreëerd, voor mijn gevoel, was niet veel meer over. Dus ik ben ook bang dat als je dit gaat doen en je krijgt een regenbui over je heen, dat alles gaat strepen. En dat maakt het dan natuurlijk weer wat minder leuk. Dus ja, als je gewoon echt voor een goede zomerdag met zon en zo, is het prima. Maar doe het niet met slecht weer, want dan gaat het dus uitlopen zoals dat bij mij net is gebeurd met mijn fixing spray. Dus dat vind ik een beetje lastig. Die lipgloss vind ik echt hartstikke leuk. Ja, ik snap niet helemaal het swirl effect. Het ziet er in het flesje super leuk uit, maar op je lippen wordt hij gewoon oranje. Maar hij voelt super lekker aan. En die scrunchie, ja, die vind ik gewoon echt hartstikke fijn. Hij kan gewoon bij mij 3 keer om mijn haar heen. Leuke kleurtjes. Hij past er gewoon heel makkelijk. Gaat hij eromheen. Ik heb super dik haar, dus dat is echt fantastisch. Dus ja, op zich ben ik wel blij met de producten tot nu toe. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij van de look vindt die er uiteindelijk mee is gemaakt. En of dat jij deze producten dus al had gekocht. Of dat je misschien naar aanleiding van deze video denkt, ik wil er toch nog wat graag uit hebben. Mochten de producten niet meer in de winkel liggen, online zijn ze nog steeds te koop. Als je op Google deze collectie intypt, krijg je vanzelf websites te zien waar die nog verkocht wordt. Nou ja, ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat de rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!